Deze week is workshopweek voor ons derdejaars beeldende kunststudenten. Master event, dus de masterstudenten van St. Joe's hebben 4 verschillende workshops bedacht. En daar mochten wij er 1 uit kiezen. En die een hele week volgen. Dus ik zit nu bij de Bad Idea workshop van 3 masterstudenten. Het is een keer iets heel anders dan het normale schoolprogramma. En voor mij werkt dat heel goed om af en toe ook op andere manieren inspiratie te krijgen. En op een hele andere manier te werken, ook om een keer iets nieuws uit te proberen. Dus dat werkt heel fijn. The workshops in between master students and the bachelor is very good because it helps us to connect and not to be just the strangers that are in the same building. The master and the bachelor departments are very difficult, but in this way we help to connect and to spread the network and to talk about the work and to meet each other on a better level. Ik vind het heel fijn dat het een heel vrije workshop is. En in mijn geval, het sloot ook inderdaad aan op mijn eigen praktijk. De begeleiders zelf zijn ook heel aardig. Die geven ook wel goed advies op zich. Die ook gewoon fijne gesprekken mee hebben. In het derde jaar krijgen we steeds meer het gevoel van oké, we zijn bijna klaar alweer. Dus we zijn net terug van de minor en de stage volgend semester. Het geeft een inzicht van wat die master biedt en of wij dat zelf ook zouden willen doen. En dat is wel fijn. Ik vond het wel tof om te zien dat de masterstudenten, die dus in dat opzicht eigenlijk al verder zijn dan wij als derdejaars, toch op een helezelfde manier werken. En ook heel openstaan voor, het hoeft niet gelijk perfect te zijn en je mag nog steeds blijven experimenteren en proberen. En dat vind ik heel belangrijk ook in, zeker bij onze kunststudie.